Het was een drukte van belang bij de kunstmarkt in de Schelf. Het wijkcentrum van de Schelfvorst opende haar deuren voor een bonte verzameling van kunstenaars en hobbyisten die hun schilderijen, sieraden, kledingstukken, 3D-kaarten en nog veel meer aan de man konden brengen. Geef hier een cursus pottenbakken en boetseren. Maar daarnaast coördineer ik ook alle creatieve cursussen hier. En ik één keer per jaar de kunstmarkt organiseer ik hier. Ja. En wat is het doel van de kunstmarkt? De kunstmarkt is als doel dat de mensen kunnen zien wat voor creativiteit hier in de wijk allemaal gebeurt. En in het wijkcentrum. Mensen kunnen zich hier opgeven voor een cursus. Maar ze kunnen ook iets kopen, maar over het algemeen gaat het om nieuwe cursisten te werven hier. En lukt dat een beetje? Dat lukt heel erg goed, ja. Ja. En de kunst heeft alles wat die staat, heeft zelf gemaakt? Ja, dit heb ik allemaal zelf gemaakt, dat achter mijn kraam staat, ja. Ik doe dus keramiek en glasfusen en ik probeer het samen te combineren. Ik maak ook schilderijen, maar die schilderijen maak ik eigenlijk alleen maar in opdracht. En wat is uw mooiste kunstwerk wat hier op de kraam staat? Oh, daar vraagt u me wat. Ik heb textielschilderijen nog, die staan hierachter. En die heb ik heel veel uren ingestoken. Dus die zijn ook heel erg leuk. Ja.